Goedenavond en heel hartelijk welkom bij deze speciale aflevering van Koninklijke Huizen. Uiteraard vanwege de verjaardag van prins Willem-Alexander. Hij is vandaag 34 jaar geworden. Het afgelopen jaar was voor de kroonprins wellicht het moeilijkste jaar uit zijn hele leven. Straks zetten we alle gebeurtenissen van de afgelopen 12 maanden nog een keertje voor u op een rijtje. Eerst duikt Peter van der Horst in de jaren die daaraan vooraf gingen. Curaçao afgelopen maandag. De laatste dag van het werkbezoek van prins Willem-Alexander aan de Nederlandse Antillen. Op de school Mas School wordt hij alvast gefeliciteerd met zijn verjaardag. En natuurlijk vanwege zijn verloving met Maxima, die nog niet mee mocht. Nee? Ja, maar net zei je een paar woorden Nederlands. Dat zei je heel goed. Valt iedereen in het gevolg van de prins op hoe ontspannen en zelfverzekerd hij overkomt tijdens dit bezoek. Een groot verschil met de bezoeken van afgelopen jaar. Het is duidelijk dat er na de verloving een last van zijn schouders is gevallen. Nooit meer doen! Na Curaçao is Willem-Alexander vertrokken naar Argentinië om daar de verloving met Maxima en haar familie nog eens dunnetjes over te doen. Maar ze waren vandaag weer op tijd terug voor de verjaardag van de prins. Er stond zoals ieder jaar een erewacht voor het huis van Willem-Alexander. En vanochtend had hij al met Maxima een speciale verlovingsmunt in ontvangst genomen op Paleis Noordeinde. Wie had dat 34 jaar geleden allemaal kunnen denken? Toen kwam op 27 april 1967 in het Academisch Ziekenhuis in Utrecht ons prinsenkind ter wereld. Hij werd geboren om 8:03. Hij woog bijna 8 pond en is 50 centimeter lang. Vanaf het eerste moment heeft hij zeer krachtig van zijn aanwezigheid blijk gegeven. Willem-Alexander leidt in de jaren daarna een redelijk onbezorgde jeugd, zoals het heet, op kasteeltje Drakenstein in de Lage Vuurse. Samen met zijn broertjes Constantijn en Johan Frieso. Al leert hij dan al te wennen aan de vaak aanwezige foto- en televisiecamera's. Wil je schilder worden? Zeiler. Zeiler? Oh. Dit is voor God, mama. Dit is de wereld. Kijk eens. Weerwollen? Toen was Juliana koningin, Beatrix kroonprinses en Willem-Alexander stond gevoelsmatig zo ver van de troon op dat moment nog, dat niemand zich er echt druk over maakte. Dat is natuurlijk in 1980, toen zijn moeder koningin werd, ineens wel veranderd. De kinderen van Beatrix en Klaus zijn niet echt blij dat ze na de inhuldiging van hun moeder naar Huis ten Bosch in Den Haag moeten verhuizen. Jullie gaan verhuizen? Nee. Oh, een tijdje nog, een jaar of zo. Wat vind je ervan? Meer dan een jaar. Ik woon hier liever dan in Den Haag. Ja? Ja, veel vrijer hier. Ik vind het hier veel vrijer. Je zit in de buitenlucht, dan zit je in de stad. Ik vind het er maar ook wel. Maar we hebben wel een grote tuin, ja. Nou, even groot als hier, maar... Ik vind het toch nog niet zo leuk. Zegt toch niet veel. Toch lijkt de verhuizing naar Den Haag ook voordelen te hebben voor het koninklijke gezinnetje. Zoals prins Klaus me toen een keer vertelde, er was dankzij die verhuizing een enorme rust in het gezin gekomen. Want Beatrix en Klaus zijn zeer overtuigde ouders. Er werd prijs opgesteld om zoveel mogelijk bij de kinderen thuis te zijn als ze naar bed gingen of met eten of met ontbijt. Maar ja, dan zaten de ouders weer in de file naar het Lage Vuurse. Ze konden niet thuis komen eten. Dus volgens prins Klaus kwam er een grote rust in de familie en hebben de kinderen zich toch wel heel goed aangepast. De prins heeft op jonge leeftijd al een twijfelachtige relatie met de vaderlandse pers opgebouwd. Hij schiet met propjes naar fotografen op Koninginnedag. En tijdens een vakantie in Ierland maakt hij inmiddels historisch op mee. Laat één keer voor de Ierse fotografen. Alle Nederlandse pers opgebouwd.
Eenmaal op Huis ten Bosch breken er zware tijden aan voor prins Willem-Alexander. Zijn vader, met wie hij een hechte band heeft, moet worden opgenomen omdat hij leidt aan zware depressies. En meer moet hij prins Klaus vervangen bij officiële gelegenheden. Zoals hier bij de dodenherdenking in 1983. Misschien heeft het ook de familieband enorm versterkt. Die indruk heb ik namelijk. Die familieband was al goed, maar ik denk dat dit gezin daar zo, om die zorgen om die vader, zo hecht is geworden. In die periode wordt Willem-Alexander echt vijandig ten opzichte van de buitenwereld. En lijkt hij zich heel erg in zichzelf terug te trekken. En zoekt hij contact met zijn grootvader en wordt zijn band met zijn moeder sterker. Van een spontaan en redelijk uitbundig kind verandert de prins langzaam maar zeker in een lastige puber die zich steeds meer bewust wordt van zijn toekomstige taak. Willem-Alexander heeft zich tot zijn 18e, ruim zijn 18e, enorm verzet tegen het feit dat hij op een dag koning zou worden. Dat is een beetje naar voren gekomen in het boek van Renate Rubinstein. Maar toen ik voor mijn eigen boek over Willem-Alexander mensen ging interviewen, toen kwam echt het beeld naar voren dat de prins er totaal geen zin in had. Hij wilde liever piloot worden of desnoods sportman, maar absoluut geen koning. En dat heeft echt tot grote problemen geleid. Dat is mede de oorzaak van geweest dat hij halverwege zijn puberteit naar Wales is verhuisd, omdat hij gewoon zo zich verzette tegen het feit zijn vastgeplande toekomst. De prins wordt door zijn vader en moeder hoogstpersoonlijk afgeleverd op het Atlantic College in Wales. Prins Charles is nog altijd beschermheer van deze prestigieuze kostschool. Willem-Alexander brengt er uiteindelijk met veel plezier de laatste 2 jaar van zijn middelbare schooltijd door. Er was een bepaalde opwinding in de school. Want dit was de, ik dacht, als ik goed herinner, was de eerste keer dat echt zo'n koninklijke familie naar onze school kwam. Met z'n drietjes kwamen ze. En ja, er waren nog wat mensen bij, maar dat maakte niet veel indruk. We hebben eventjes met de prins gesproken, we hebben met de koningin gesproken. En dat was kort. Ja, we hebben eigenlijk de hele ochtend rond gewandeld met Alex. Dat die werd gewoon als het ware met ons meegestuurd. En jongens, vermaak je, dag. En we gingen. We waren wel van tevoren waarschuwd. Kijk eens, hij heet wel een prins, maar hij is ook een gewone jongen. We hadden eigenlijk vrijwel meteen het gevoel van, hij past hier. Dit is een goede plek. Dit is één van ons. We hebben samen gesproken, bier gedronken, geroken, gerookt. En dat soort dingen. Ja. En hij was heel goed met de zeilen. Ja, hij was ook best sportief. En wat dat betreft kan hij zich uitleven in het leger. Na het Atlantic College vervult hij zijn dienstplicht bij de marine. Later zal hij zeggen dat hij bij de marine ook geleerd heeft hoe het soms niet moet. Hij heeft de strenge discipline met een kleuterschool. In 1986 rijdt de prins onder het pseudoniem W.A. van Buren de Elfstedentocht uit. Maar natuurlijk blijft hij niet onopgemerkt. Bij de finish wordt hij opgewacht door allebei zijn ouders. Hij is uiterst sportief. Als je gewoon ziet waar hij zijn interesse heeft. Behoorlijke skiën. Onder water duiken. Schaatsen. En hardlopen. En dan nog wel wat sporten waarvan ik eigenlijk niet weet hoe fanatiek en hoe goed dat hij daar is. Maar 4 sporten is dus meer dan de gemiddelde Nederlander. En fanatiek. Wat is fanatiek? Hij weet wat hij wil. En hij traint om iets te bereiken. En dat is altijd naar mijn hart. Dus niet trainen om te trainen, maar trainen met een bepaald doel. En dat is ons beide goed afgegaan. In 1992 zal hij samen met Wim Verhoeren ook de marathon van New York uitlopen. Dat is een enorme aanslag geweest op je lichaam. Daar heeft hij echt veel moeten doen, gezien het drukke programma. En het uitlopen van de marathon, we hadden afgesproken, we gaan niet wandelen, we gaan lopen, hardlopen. En dat is een enorme belasting geweest, dat weet ik absoluut zeker. Later blijken de sportieve prestaties van de prins helemaal opmerkelijk te zijn geweest. Want hij blijkt namelijk jarenlang last te hebben gehad van de stofwisselingsziekte Besnier-Boeck. Door de medicijnen die hij daarvoor moest slikken, zwelt hij soms helemaal op.
De ziekte komt aan het licht tijdens een duikkeuring. Maar de pers krijgt het pas te horen tijdens een bezoek aan China. In de jaren daarvoor werd de vaak wisselende lichaamsomvang van de prins toegeschreven aan de vele biertjes die hij tijdens zijn studententijd achterover sloeg. Hij verwierf zichzelf de bijnaam Prins Pils, omdat hij veelvuldig gefotografeerd werd met een pilsje in zijn handen. Willem-Alexander studeert in Leiden geschiedenis. En naast zijn moeder in haar studietijd woont hij ook in een huis aan het Rapenburg. In zijn Leidse studententijd is hij een keer zwaar uit de bocht gevlogen. En gezegd wordt dat er toen drank in het spel was. Want de prins is uit zijn auto gestapt en is vervolgens zelf naar een politiebureau gelopen. En zijn lijfwachten waren er ook niet bij. Dus er hangt een luchtje aan die hele zaak. Willem-Alexander is dol op vliegen. Na het behalen van zijn burgerbrevet wil hij ook zijn militaire brevet halen. En dat lukt hem. In 1994 krijgt hij zijn wings opgespeld door grootvader Bernard. In de jaren voor zijn studie is Willem-Alexander steeds meer openbare verplichtingen gaan vervullen. Als voorbereiding op zijn toekomstige taak. Zoals hier bij de William en Mary herdenking in Scheveningen. Ja, ja, ze waren heel blij dat u kwam. Dus Melle had ook nog wat, hè? Alles Melle? Dank u wel. Dat is geld voor als u in het buitenland bent, dan kunt ruilen. Oh, dank u wel. Ik zal het doorgeven, dank u wel. Dus hij vond dat u wel een centje erin had. Maar er zijn ook relletjes. Tijdens de Olympische Spelen van 1996 in Atlanta ontstaat er een nationale discussie. De prins zou te enthousiast hebben meegehost met de winnende teams. Ik kan me niet voorstellen dat wij een kroonprins zouden hebben die als een pierlala op de tribune zou zitten en zou zeggen: oeh, ik vind het wel aardig. Dat kan niet. En ik ben er trots op dat hij zich zo als een supporter onder de sporters mengde. Heel goed. Vanaf 1998 mag hij zich ook officieel bemoeien met de Olympische Spelen. Hij wordt door Juan Samaranch gepolst om lid te worden van het Internationaal Olympisch Comité. Waar ik zat op dat moment is in mijn werkkamer in mijn huis aan Noordrijn. Naast de stoel van verbazing, dat kan ik u wel zeggen. Maar dan ontstaat er weer een rel als er niet veel later een rapport verschijnt over corruptie binnen het IOC. Dat was een vervelende affaire, omdat het ging om de troonopvolger. Het was vervelend omdat het vooral lang heeft geduurd. Er is lang onduidelijkheid geweest of Willem-Alexander in dat IOC ook verder kon functioneren. Nou, ik vind het onbegrijpelijk, ja, dat het kabinet en dus ook de minister-president ingestemd hebben met een deelname van Willem-Alexander in het IOC. Ik zie ook helemaal niet in waarom dat risico nou genomen moest worden. Er zijn tal van andere maatschappelijk belangrijke functies, ook op internationaal terrein. Dat valt te denken aan het Rode Kruis, Artsen zonder Grenzen, Human Rights Watch. Ik bedoel, er zijn zoveel dingen die nog goed te doen zijn in deze wereld, om goed te doen bedoel ik, dat ik niet begrijp waarom nou uitgerekend het IOC de plek moet zijn waar de kroonprins dan zijn tijd aan gaat besteden. Maar gelukkig zijn er ook minder risicovolle bezigheden. In 1997 kondigt de prins aan zich te gaan bezighouden met watermanagement. Hij krijgt al snel veel aanzien in de waterwereld. In maart 2000 is hij voorzitter van het Wereld Waterforum. Maar water is natuurlijk niet zo interessant voor de altijd aanwezige pers. Het liefdesleven van een kroonprins is natuurlijk veel boeiender. Voor hij zijn ware liefde tegenkomt, zijn er volop vriendinnen. Zijn eerste grote liefde was Paulette Schreuder. Die kende hij eigenlijk al van jongs af aan. En dat is een beetje zo gegroeid van een kusje achter het paleis. En een keer samen gaan wandelen. Dat was echt heel onschuldig. En dan volgt Jolanda Adriaansens. Dat werd gepresenteerd als zijn eerste echte grote liefde en dat was het ook. Hij heeft echt een half jaar geheim weten te houden. En met Jolanda heeft hij alles bij elkaar tot 3,5 jaar uitgehouden.
Willem-Alexander wordt af en toe gek van de fotografen die hem altijd maar op de hielen zitten. Van Tellingen komt hardhandig in aanvaring met de prins wanneer hij hem en Jolanda wil fotograferen. Hij kon geen kant uit, hij zat helemaal vast. Hij zat in een hoek en een klikfout zei: hij wordt kwaad. Hij wordt kwaad. Loop naar me toe, haal uit en geef me een klap. Nou, maar hij kwam precies op mijn arm terug. Ik zag hem, ik keek door de kamer heen en het was net zo'n vleermuisje om af kan vliegen zo. En hij haalt uit, dus ik zie dat. Dus ik schrik en doe mijn arm zo ervoor, sloot hij op mijn arm. Met het doet schrikt hij zich eigenlijk helemaal kapot. Van, ach, een prins hoort geen fotograaf slaan. En nou, hij weg. En ruzie maken en toestand. Hé, je fysiek al 30 jaar mijn leven en dit en dat. En zo. Ik zeg, Alex, rustig nou, rustig. Enfin, ik maan hem tot rust en zeg, waarom moet dat nou zo, Alex? Waarom? Loop met het meisje weg naar je auto en denk bij haar van laat die fotografen de... Lubbes krijgen. He, bekijk het maar lekker. Hij zegt, ik mag dat niet. Het protocol verbiedt mij om te poseren met zo'n meisje. Ook Frederike van der Wal wordt jarenlang gerekend tot een van zijn exen. Nee, dat ben ik niet hoor. Dat bent u niet? Nee, dat ben ik niet. U heeft nooit iets met hem gehad? Nee, we kennen elkaar gewoon uit Den Haag. Aha. Geen goede vrienden, maar kennissen, zeg maar. Kennissen, ja. Oké. Ik heb eigenlijk jaren al niet gezien. Is dat ook weer uit de wereld geholpen? Ja, precies. Barbara Boomsma was in ieder geval wel een echte vriendin van de prins. Maar dan komt Emily Bremers. Dit lijkt een serieuze relatie te zijn. Er worden boeken over haar geschreven, liedjes over haar gezongen en zelfs een toneelstuk over haar gespeeld. Emily is denk ik een hele belangrijke liefde voor hem geweest. Omdat dat de eerste keer is geweest dat hij echt met de gedachte heeft gespeeld om te trouwen. En met iemand de rest van zijn leven door te brengen. Dat het uiteindelijk niet zo ver is gegaan. Hij heeft natuurlijk weer andere oorzaken. Maar Emily is wel iemand geweest waarvan die gedacht had van met haar kan ik oud worden. Het aftellen tot de verloving lijkt inderdaad te zijn begonnen. Het parlement wil weten hoe het nu precies zit en vraagt om duidelijkheid aan premier Kok. Scherming van het privéleven is belangrijk uitgangspunt bij het voorlichtingsbeleid ten aanzien van het Koninklijk Huis. Waarom kan echter niet worden gemeld of prins Willem-Alexander en Emily Bremers al dan niet een relatie onderhouden? En wel dat zij tot elkaars vriendenkring behoren. Als van officiële zijde over een relatie zou worden gesproken, dan zou dat al heel snel tot misverstanden kunnen leiden. In die zin dat daarmee ook de aanduiding wordt gegeven dat er van een voornemen tot verloving of van een voornemen tot een straks voorgenomen huwelijk sprake zou zijn. En dat kan de privacy van de betrokkenen onevenredig schaden. Maar 3,5 jaar na het begin van de relatie is Emily Bremers alweer geschiedenis. Hoogheid, de mensen willen zo graag weten hoe u zich voelt. Kunt u daar niks op zeggen? Maar de prins weigert zijn verdriet op zijn 31ste verjaardag met het hele volk te delen. Hij neemt alleen wat kinderpostzegels in ontvangst. Dat moet ik in de postzegels kopen, maar ik wil eerst even kijken wat jullie bij je hebben. Je microfoon, hè? Die hebben wij. Die hebben jullie gemaakt? Ja. Drie van ons. En dan nog drie andere. Nou ja, dan, die ga ik dan zeker bestellen. Ja. Jullie zijn helemaal hier naartoe gekomen. Het was gelukt dat het was. Dat is toevallig. Maar een jaar later lijkt het geluk onze prins weer toe te lachen. In de roddelbladen verschijnen foto's van Willem-Alexander met een dan nog onbekende blonde dame. Maxima doet haar intrede in Nederland. Eerst wordt ze nog Maxima Herzog genoemd, daarna Maxima Zorogwita, maar het blijkt te gaan om Maxima Zorogieta. Premier Kok weigert commentaar te geven. Maar het lijkt me dat ik over dit onderwerp beter in de goede volgorde ook spreek. Eerst eens even rustig met de prins praten. Misschien hoort u dan later wat meer. Ik kan u nu niks over zeggen. Dat later, dat kan op korte termijn zijn? Dat kan ook heel laat zijn. Ja. Koninklijke Hoogheid, klopt het verhaal in de Volkskrant dat uw nieuwe vriendin Maxima Zorogwita is? Laat het even over het werk bezoeken. Goed gehoord. Is er een verloving op komst? Uiteindelijk wordt de relatie door premier Kok en de Rijksvoorlichtingsdienst bevestigd. Maar al snel zijn er problemen over het verleden van haar vader. Problemen die Nederland ruim een jaar lang tegenhouden.